De officier van justitie heeft dinsdag 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Bredaar Ayoub El Maleki. Hij zou in Breda en Nieuwegein overvallen op woningen hebben gepleegd. Advocaat van El Maleki, Menno Buntsma, heeft een duidelijke mening over de eis van 12 jaar cel. Ik vind het een absurd hoge eis. Die past niet bij de reeks delicten of de delicten die op de dagvaarding staan. Je denkt dan meer aan zwaardere delicten als doodslag, moord, dat soort zaken. Zijn het dan de overvallen in Breda of Nieuwegein of beide? Beide. 1 uit Nieuwegein, 2 in Breda. De verdachte, El Maleki, vandaag ook aanwezig bij de rechtbank in Breda, zegt onschuldig te zijn. Ja, klopt. Hij heeft in ieder geval geen verklaring afgelegd ten aanzien van de feiten. Hij heeft wel een verklaring afgelegd over een mogelijke andere persoon die hij daar ontmoet heeft. En man en paard genoemd, maar hij ontkent de overige feiten. Dat is juist, ja. Maar het leek net ook uit het verhaal van El Maleki dat hij een soort van alibi zou hebben, maar dat hij dat niet wilde vrijmaken vanwege eerwraak. Ja, dat klopt. Het gaat om het eerste feit op de dagvaarding, overval die plaatsvond in de Doornikstraat. Daar heeft hij inderdaad van gezegd van ik was op straat daar, dat klopt. En daar verklaart hij die videobeelden op dat moment. En hij geeft aan dat hij een relatie had met een getrouwde vrouw. En als hij dat zou aangeven, dan zou hij meer vrees hebben van geweld van die kant dan dat hij bang is voor de officier, omdat er in deze zaak te weinig bewijs is. Ik zag ook dat El Maleki een bepaald soort tik heeft. Is dat een staartje van de gewelddadige arrestatie? Dat is aardig dat hij dat opmerkt. Ik heb dat uiteraard ook gezien. Ik weet het al een aantal jaren dat hij een tik heeft. Dat wil zeggen dat hij met zijn hoofd schudt en zijn schouders beweegt. Het Pieter Bernhard Centrum heeft dat niet kunnen vaststellen, dat hij dat al lang heeft. Een beveiliger heeft dat wel kunnen vaststellen. Maar het heeft niets te maken met de gewelddadige arrestatie. Zo zit hij in elkaar. Onder stress gaat hij dat doen. En dat is juist één van de punten waarom hij die overval niet zou kunnen hebben gepleegd. Dan zouden de slachtoffers die tik moeten waarnemen. Buntsma verwacht niet dat de rechtbank een straf oplegt van 12 jaar cel. Bij lange na niet zelfs. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.